Dit zijn onze nieuwe ringstaartmakies. En deze ringstaartmakies wonen sinds vorige week donderdag in Expeditie Ecodroom Zwolle. En het is een familie, heb ik begrepen. Wie zijn het allemaal? Ja, dit is inderdaad een familiegroep. Die bestaan uit vader, moeder en de volwassen kinderen. En één baby erbij. Hoe oud is de baby? De baby is ongeveer 4 maanden oud. Die is half maart geboren. Ze houden van mensen is denk ik te veel gezegd. Ze zijn in ieder geval niet bang voor ons, maar het zijn zeer zeker geen knuffeldieren. En wat eten ze? Nou ja, zoals u ziet een hele verscheidenheid aan dingen. Worteltjes, brokjes, tomaat, witlof, sla en appel. In het wild eten ze bijna alles. Ze eten vruchten, zaden, maar ook eieren en misschien af en toe een jong vogeltje als ze die tegenkomen. Ja, het zijn echte alleseters eigenlijk. En hoe lang blijven ze hier? Ze blijven voor vast bij ons wonen. Het zijn zeer zeker geen tijdelijke bewoners. En dan had ik gezien dat ze bij de gieren in de kooi zitten? Ze wonen inderdaad bij onze gieren. Dit is een zogenaamde mixed exhibit. Dat betekent dat er twee of meer diersoorten bij elkaar in hetzelfde verblijf wonen. Het spreekt natuurlijk voor zich dat daarbij alleen diersoorten worden uitgekozen die elkaar niet in de weg zitten. En dat is in dit geval dus natuurlijk ook niet het geval. Gieren zien er weliswaar wat gevaarlijk uit, maar het zijn van nature aaseters. Dus zij eten alleen dode dingen. En zoals u kunt zien zijn onze makies alles behalve dood. Makies kunnen sprongen maken van ongeveer 10 meter van boom tot boom. En zij springen met hun achterpoten vooruit. En als je naar de anatomie van zo'n voet, nou, of bijna een hand zeg maar, kijkt, kun je ook zien dat die heel breed kan worden, zodat ze maximaal grip hebben. Dit is onze jongste ringstaartmakie. Hij is half maart geboren en hij heeft nog geen naam. Dus als je een leuke naam weet, laat het ons dan vooral weten op info@ecodroom.nl.